In deze webles gaan we twee dingen doen. We gaan kijken naar het nut van het VT-diagram, hoe krachtig een VT-diagram kan zijn. En daarnaast gaan we een aantal bewegingsformules afleiden die je kunt gebruiken bij het maken van de verschillende opdrachten over bewegen. En ik ga beginnen met een, een voorbeeldje, een voorbeeldbeweging. Het is een auto die rijdt met een snijd van 16 meter per seconde in eenparige beweging. En je ziet hiervan het VT-diagram weergegeven. Met behulp van dit VT-diagram kun je ook iets zeggen over de verplaatsing van de auto en de versnelling van de auto. Dus eigenlijk kun je drie grootheden halen uit één grafiek. Hoe zit het met die verplaatsing van de auto? Eigenlijk geldt daarvoor het volgende: voor de verplaatsing van de auto kun je kijken naar het oppervlak onder de grafieklijn, want de grootte van het oppervlak onder de grafieklijn is gelijk aan de verplaatsing. En in dit geval, stel ik zou uh, willen weten wat de afgelegde weg de verplaatsing is geweest in de eerste drie seconden van de auto. Dan moet ik dus het uh, gele oppervlak tekenen. En ik kan vrij eenvoudig het oppervlak berekenen, want het is het oppervlak van een rechthoek. En er geldt dus dat de verplaatsing gelijk is aan de breedte maal de hoogte. Nou, in de breedte hebben we delta t uitgezet en in de hoogte v. Dus voor een eenparige beweging geldt dat de verplaatsing gelijk is aan v maal delta t. En dat is dus gelijk aan het oppervlak onder de grafieklijn. Soms zie je ook wel eens staan dat S gelijk is aan v maal delta t, waarbij S de afgelegde weg is. Ja, die twee grootheden worden nog wel eens door elkaar heen gebruikt. Bij een eenparige rechtlijnige beweging, en eigenlijk bij de meeste rechtlijnige bewegingen. Zijn delta x en s vaak ook gelijk aan elkaar? We gaan het even uitrekenen om te laten zien hoe makkelijk het is. Uh, gemiddelde snelheid van 16 meter per seconde, dat doet die 3 seconden. Het oppervlak onder de grafieklijn is 48 meter. We hebben ook al gezien dat we tegelijkertijd iets kunnen zeggen over de versnelling van de auto. Want voor de versnelling a geldt dat het uh, gelijk is aan de stijlheid van de grafieklijn. En dat is in dit geval vrij eenvoudig, want de grafieklijn die loopt horizontaal. Dus kunnen we al meteen concluderen dat de versnelling van deze auto in deze beweging 0 is geweest. Hoe zit het nu met eenpaarig versnelde bewegingen? En dan heb ik hier een VT-diagram van: een auto die stilstaat bij het stoplicht. Het stoplicht springt op groen en de auto trekt op en voert dus een eenpaarig versnelde beweging uit. Kunnen we hier ook de versnelling en de verplaatsing bepalen? Nou, de versnelling daarvoor geldt hier ook hetzelfde. Op het moment dat je de grafieklijn hebt, kun je de stijlheid ervan bepalen. In de, dit uh, geval gaat dat vrij eenvoudig. En dan zul je zien dat de versnelling van deze auto 4 meter per seconde in het kwadraat is geweest. De formule voor versnelling A, A is V gedeeld door delta t, kun je ook omschrijven in deze vorm. En dat geldt alleen bij een eenparig versnelde beweging. Dus je kunt ook iets, uh, snel iets zeggen over de snelheidsverandering. Die is gelijk aan A. Mal delta t. Kunnen we ook iets zeggen over de verplaatsing van die auto terwijl het een eenparig versnelde beweging uitvoert. En dat kan. En eigenlijk is dat niet zo heel ingewikkeld, want dan geldt hier dezelfde regel als bij het vorige voorbeeld. Namelijk dat de verplaatsing gelijk is aan het oppervlak onder de grafieklijn. En laten we ook hier kijken naar de verplaatsing gedurende de eerste drie seconden. Dan is dit het oppervlak onder de grafieklijn. Het is een driehoek. En wij weten eh, dat we heel makkelijk het oppervlak van een driehoek kunnen bepalen. Dat is een uh, formule uit de wiskunde. Die is namelijk gelijk aan de helft maal de hoogte maal de breedte. De hoogte en de breedte kun je hier makkelijk aflezen. De hoogte is 12 en de breedte 3. En we kunnen dus bepalen vanuit de grafiek dat de verplaatsing in de eerste 3 seconden van deze auto 18 meter is geweest. Wij gaan hiermee nog even verder. We gaan kijken of we. Hier ook een formule uit kunnen halen. Een formule die we altijd kunnen toepassen wanneer we te maken hebben met de eenparig versnelde beweging. En dat doen we als volgt. We gaan namelijk deze wiskundeformule ombouwen naar de, de natuurkundige situatie waarmee we hier te maken hebben. Want in onze grafiek hebben wij op de x-as de tijd uitgezet en op de y-as de snelheid. Dus de breedte is een tijdsverschil, de hoogte is een snelheidsverschil. Als ik dat invul in plaats van hoogte en breedte, dan krijg ik deze formule. Dit is al een stuk natuurkundiger. En nu ga ik nog een truc toepassen, dat heet substitutie. Ik ga de formule die bovenaan staat, v, delta v is a maal delta t, ga ik invullen in de formule die daaronder staat. In plaats van delta v ga ik in de formule onder opschrijven a maal delta t, want dat mag bij een eenpaardig versnelde beweging. En dan krijg ik deze formule. Die kan ik een klein beetje vereenvoudigen. En dan krijgen we ook de formule zoals die in BINA staat. En die ziet er zo uit. De verplaatsing van een voorwerp is gelijk aan de half maal a maal t in het kwadraat. En die kun je gebruiken, maar let er wel heel goed op dat dit alleen toegepast kan worden wanneer je te maken hebt met een voorwerp dat vanuit stilstand een eenpaarig versnelde beweging gaat uitvoeren. Hoe zit het nu met de situaties waarbij je een beweging hebt die niet eenpaarig is en ook niet eenpaarig versnelt? Bijvoorbeeld deze beweging, het VT-diagram van een, een willekeurige beweging van een willekeurig voorwerp. En stel nu dat ik van dit voorwerp zou willen weten hoe groot de verplaatsing is geweest. Laten we zeggen hoe groot de verplaatsing is geweest in 5 seconden. Dan is dat een stuk moeilijker, maar niet onmogelijk, want ook hier kunnen we weer gebruik maken van hetzelfde gegeven: dat het oppervlak onder de grafieklijn gelijk is aan de verplaatsing. Het enige probleem hier is hoe kan ik dat oppervlak. En bepalen. Nou, het directe antwoord is dat je hem niet kunt bepalen, maar je kunt hem wel afschatten. En dat afschatten ga ik doen als volgt. Ik ga hier een rechthoek intekenen in deze grafiek van 0 tot 5 seconden. Waarbij ik ga proberen om het oppervlak van dat rechthoekje even groot te maken als het oppervlak van het gebied onder deze witte grafieklijn. Nou, dit is de rechthoek die ik heb getekend. Dit doe ik op het oog. Het is een schatting. En hoe heb ik dit nou af kunnen schatten? Dat doe ik door goed te kijken naar de twee uh, gebiedjes 1 en 2. Gebiedje 1 is eigenlijk het gebied onder de grafieklijn, die niet in de rechthoek past, die ik dus eigenlijk vergeet mee te nemen. En uh, gebiedje 2 is wel uh, een gebiedje dat in de rechthoek ligt, maar het ligt niet onder de grafieklijn. Dus die neem ik eigenlijk per ongeluk, expres natuurlijk, te veel mee. En ik ga nu de hoogte van mijn rechthoek zo verschuiven dat gebiedje 1 op het oog even groot is als gebiedje 2. En dan teken ik mijn rechthoek en dan kan ik zeggen dat het oppervlak van die rechthoek bij benadering even groot is als het oppervlak onder de grafieklijn. En dan doe je dus op het oog. Op het moment dat je die rechthoek getekend hebt, kun je ook meteen iets anders aflezen. En dat is de gemiddelde snelheid van dit voorwerp gedurende deze 5 seconden. En die gemiddelde snelheid die kan ik ook gebruiken. En die gemiddelde snelheid kan ik eigenlijk al vrij eenvoudig gebruiken om de verplaatsing uit te rekenen met behulp van een formule. Want voor de verplaatsing geldt dan dat die gelijk is aan de gemiddelde snelheid maal delta t. En als je kijkt naar de grafiek, dan zie je dat dat ook precies het oppervlak van de rechthoek is. Die gemiddelde snelheid, daar kun je ook nog één dingetje meer over zeggen. En dat geldt eigenlijk alleen wanneer je te maken hebt met de eenpaardig versnelde beweging, bijvoorbeeld dit plaatje. Waarbij ik in deze situatie ga kijken wat gebeurt er met mijn voorwerp tussen tijdstip 1 seconde en 4 seconde. Ik kan namelijk bij een eenpaardig versnelde beweging die gemiddelde snelheid vrij eenvoudig uitrekenen. Ik heb dan twee andere snelheden nodig en die kun je dan aflezen. Dat is de beginsnelheid en de eindsnelheid. En wat geldt er nu altijd bij een eenpaardig versnelde beweging? Dat de gemiddelde snelheid altijd precies ligt tussen de begin- en de eindsnelheid. De samenvatting, wat hebben we. In deze webles gezien. We hebben gezien dat een Vt-diagram een enorm krachtig middel kan zijn, dus ik zou ook de tip geven bij elke opgave waarbij je een Vt-diagram kunt schetsen, om dat ook te doen en om goed te kijken naar het Vt-diagram wanneer je eh, de andere grootheden wilt eh, bepalen. Uit het Vt-diagram kun je de verplaatsing halen, die is gelijk aan het oppervlak onder de grafieklijn. Je kunt iets zeggen over de gemiddelde snelheid. En dat doe je wanneer je het oppervlak onder de grafieklijn benadert met een rechthoek. En dan is de hoogte van de rechthoek de gemiddelde snelheid. En je kunt ook de versnelling bepalen, is de stijlheid van de raaklijn of de stijlheid van de grafieklijn. We hebben ook een aantal formules voorbij zien komen. Eén formule die toepasbaar is bij eenpaarige bewegingen, drie bij een paar versnelde bewegingen en één formule die in het algemeen altijd geldt.